Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Zoals ik jullie ook al heb verteld, komt vandaag eigenlijk de osteopaat langs. En ik heb eigenlijk osteopaat en hond. Dat is Marcia Veldboer. En ik heb heel veel goede recensies gehoord over haar. En zij komt dus vandaag langs om Arminka eventjes na te checken. En even lekker los te maken en eventueel blokkades te verhelpen. Dus heel erg veel kijkplezier. En eigenlijk kun je zeggen dat dit is eigenlijk de computer, dus het hersengedeelte, dat zit hier. En via de halswervels, die lopen hier, zo de borstwervels, tot hier de laatste borstwervel bij de laatste rib. Dus dit is de laatste borstwervel. Dan heb je hier nog een stuk lendenwervels en dan het bekken en de staart. En hier zit het laatste werveltje in. Mm-hmm. En door die wervels lopen alle zenuwen. En die gaan links en rechts, dus dat begint hier al bij de atlas, gaan zenuwen overal naartoe. Naar de huid, of naar de manen, of naar de spieren die hier zitten. Maar ook naar de inwendige organen. Dus dat is heel belangrijk, dat alle zenuwen hun werk goed kunnen doen. En dat is eigenlijk naast dat de vliezen in het lijf, dus de buitenste vlies de huid, maar ook de inwendige vliezen, moeten allemaal goed kunnen bewegen. Voor een goed resultaat. En dus daar ga ik naar kijken en wat vast zit, maak ik los. Oh, je stapt eigenlijk zeg maar op de plekjes waar ze dus een beetje aangeven van hier vind ik gevoelig. Die lopen zo. Ja. En door er zo doorheen te gaan, zeg maar, kom je op een gegeven moment op. Kijk, je kunt het wel zien. Mm-hmm. Je kunt ook wel voelen. Dit is een wat strakker strengertje. Dus daar zit zo'n knoop, triggerpoint. Dat behandel ik dan door druk op te geven. En op het moment dat ze loslaat, ga ik weer verder naar achteren op zoek naar een volgende. Altijd. Vooral als je hier goed tussen staat, dan is het altijd zo lekker een dutje. Gezocht, hè? Mm-hmm. Hier zit er bijvoorbeeld een. Dan hap je erop, tik ik hem door de huid, buisje eraf. En dan ga ik op zoek met het puntje van de naald naar het triggerpoint. En zometeen als ik goed zit, dan kun je hier een hele mooie samentrekking van die spiervezels zien. Oh ja, dat was hem, hè? Ja. Kwam ook omdat ze hem optilde, hoor. Dus dan moet die spier ook aanspannen, maar zo ziet het eruit. Mm-hmm. Ja. Hij zit hier aan de zijkant iedere keer samen. Ja, dat zag ik, ja. Ja. Gaan we zo meteen ook van die kant nog even benaderen. Ja, dat was hem ook helemaal in de diepte. Ja, zien. Ja. Je kunt hier mooi iedere keer zien. Ja, dat was hem. En als je dat dus hebt gezien, dan heb je dat puntje dus te pakken. Ja, maar dan zit je dus op het goede punt, dan trekt hij samen en dan ontspant hij daarna veel beter. Dus het is hier een kwestie van te weinig ontspanning, maar door hem aan te prikken, krijg je een snelle reactie, een samentrekking, waardoor die makkelijker kan ontspannen daarna. Nog een keer. Ja, hij reageert hier nou heel mooi, die spier. Hele goeie. Dan ga ik eigenlijk net zo lang door tot hij uitgedoofd is, zo noemen we dat. Dat hij dus niet meer inderdaad niet meer wat jij in de hand voelt, zeg maar. Ja. Aan de rechterkant, dat voel je hier in de schouder. Even voelen inmiddels. Nou, het is al makkelijk. Zie je dat? Ja, je kunt wel iets meer in, ja. Nou, het schudt nu heel mooi, dus dat is wel een heel verbetering met net. Dat zijn hoor, meestal opgelost hebben.
En vaak weer dat laatste stukje dan met je. Kun je dan, daar was er nog eentje. Kun je dat mooi manueel weghalen. Dat is ook mooi. Ga ik steeds verder naar achteren ondertussen. Want hier begint, dit is het borstbeen. Mm-hmm. En aan het borstbeen zitten allemaal ribben vast. De eerste zit hier. Ja. En de achttiende zit hier. Oh ja. Dus deze manier kun je ook de ribben mooi meenemen. Ja, je komt inderdaad al veel verder in dan in het begin. Ja. Ja. Dan zit ik hier verder naar achteren. Hier kan ik geen naalden meer gebruiken, want mm-hmm. Ik zit hier veel te veel bij zenuwbanen mm-hmm. En bloedbanen. Ja. Maar hier is ook behoorlijk wat spanning. Dus dat laat het heel mooi toe nu. Dan pak ik het over. Dus hier ben ik van de voorkant naar de achterkant. Hier heb je de triceps zitten. Dus bij ons aan de achterkant mm-hmm. van de biceps. Gewoon tot het weefsel loslaan. Ja, ik zag net dat ze aan de voorkant een beetje weer die samentrekking zat. Ja. Dat is een reactie inderdaad. Breng nu eigenlijk gewoon het weefsel op rek, zeg maar, aan de binnenkant van de elleboog. Vind ze even wat minder leuk. Ik denk ook die singelheid wat jij noemde. Mm-hmm. Dat het daar een beetje meer smaak heeft. Ja. Dus niet alleen met het zadel, maar ook hier met de spanning achter de elleboog. Het is, het zadel doet ze nog minder, maar zodra je dan met de single aankomt, dan is het echt zo van, doe dat maar niet. Ja. En als je met de single aankomt, dan rek je, breng je ook druk op het gebied. Ja. Bij de zesde rib, zevende, achtste, ik loop ze allemaal even na. Je moet ook goed kunnen bewegen voor een goede ademhaling, maar ook voor een goede buiging. Nou, deze rib is er vastzitten. Ik kan denk wel zien. Het ligt heel mooi los. Mm-hmm. Daar beweegt het. Over de, maar dit nog niet. Ja, die zit inderdaad, Ik ga het ook even losmaken. Nou, die ribben, die lopen schuin. Die lopen allemaal gericht. Ja. De bovenkant van de rib zit hier. En dan zit deze rib zit aan die werven vast. En aan de andere kant zelf. Nou, je kunt al zien, het kopje is al gevoelig. Zie je dat? Nee, je hebt toch jouw kruk nodig. Net een fractie hoger. Ten opzichte van de rib los. Bij deze vooral. Nou, je kunt je voorstellen als dit stukje vast zit, dat haar voor haar heel moeilijk bewegen is. Dan kun je de wervels wel los hebben, maar als dit gedeelte niet mooi meer beweegt, nog weinig mogelijkheden, zeg maar. Ja. Dit beweegt weer. Wat hieronder zit is de blinde daar. Ja. Helemaal hier naartoe. En vaak zie je als dit stukje niet beweegt dat de blinde darm als gevolg daarvan ook goed zo. Maar die beweegt prima bij haar. Maar dat kun je ook inderdaad voelen. Ja, ja, via de tussen de vlies omheen, de blinde darm. En als je naar buiten toe kijkt, zeg maar, maken de vliezen van de blinde darm ook contact met alles wat daar buiten zit. Dus de huid ook. Ja.
als de blinde darm beweegt, kun je via de huid voelen. Oké. Okay. Hetzelfde met de lever en de maag, die zitten hier. En die bewegen eigenlijk de hele dag als de klepel van een klok. Heb je nou aan één kant meer spanning in de schouder, bijvoorbeeld zoals zij had, veel spanning in de rechter schouder, dan wil het wel zo zijn dat die organen te veel naar rechts bewegen. Ik zeg het verkeerd, niet naar links bewegen. Dus wel naar rechts in de spanning van de schouder, ja, maar niet terug naar links uit de spanning. Zeg maar. Maar inmiddels hebben we die schouder los. En hier hebben we ook alles losgemaakt waar die organen ook mee samenhangen. En beweegt ook prima. Het gaat goed. Oké. Nou, net hebben we het bekken losgemaakt. Wat je zelf heel mooi kunt doen om deze regio los te maken, is het volgende. Je vraagt aan haar om een rustband, zeg maar. Ja. Dat ken je wel, hè? Dat is... Ja, ja. Op het tipje van de mama-meisje. Ja, dat vindt ze soms een beetje lastig als je achterbeen dan... Maar het kan best zijn dat ze, omdat ze hier op de blokkade zijn, dat ze daar dan moeilijk doen. Nou, we dit los, dus het kan best zijn dat het beter gaat. Ja, het is meer dat ze dan, zeg maar, wat ze net ook deed, een beetje dat trappen. Ja. Ja. Op dat tipje. Mm-hmm. Maar wat je dan doet, is de kogel als het ware nog verder naar voren vragen. Ja, ja. Waardoor ze hier gaat zakken. En dat wil je. Mm-hmm. Je wil hier ontspannen. Ja. Nou, dit gaat goed. Dus dat is echt... Echt aan die hier kant. Vergeleken met boven had ze de andere kant had ze meer vast. Ja. Dus als je het wil gaan oefenen, kun je het beste met dit been proberen. Ja. Want dit vindt ze minder moeilijk. Kijk, die zakt heel makkelijk doorheen. Zie je dat? Ja, ja. En aan het eind doe je dan altijd even optillen en terugzetten. Hier. Want daar gaan die zenuwbanen als eerste doorheen. Er zit een groot gat in de schedel. En dat gat dat ligt naast de atlas. Als je stelling vraagt naar rechts, dan gaat ze met het hoofd zo, maar die kaak, hier de onderkaak, snap je? Dus dit is een kantelbeweging. Ja, wat ik nu zo zeg, dat zou je dus met rijden, wat ik dan soms wel eens hoor, dat ze hem in plaats van zo, dus inbuigt, dat ze een beetje draai. Zo gaat doen. Beetje wegdraaien, ja, volgens mij noemen ze. Volgens mij zeggen ze dat zo hoor, dat ze een beetje wegdraait. Ja. Beetje probeert te ontwijken om gewoon los te laten. Ja, en kijk, als zij naar rechts kijkt, dan kan ze hier dus nou mooi loslaten. Mm-hmm. Maar moet de wervel die achter mijn hand zit, moet ook loslaten. Want anders kan die kaak niet die kant op, snap je? Dus die kaak die moet van mij af, maar de wervel die daarachter zit, moet loslaten. Anders kan die kaak die kant niet. Ja. En dan komt ze dus inderdaad een stuk verder. Ja. Dan ben ik alleen met het voorste deel bezig, hè? De eerste twee handen. En de tweede ten opzichte van de derde. En dan ga ik zo meteen de rest in. Goed zo, dat is goed. Kijk,
koopt ze weer. Ze is mooi, hè? Dus iedere keer als ze loslaat. Als ze loslaat, gaat ze kopen, inderdaad. Ja. Kijk, als je, stel je hebt een paard wat niet zo mooi inbuigt aan de voorkant en je laat de rug gewoon voor het, wat het is, dan heb je maar een deel van het probleem opgelost. Een deel van de beweging komt uit de rug. Als zij naar rechts moet kijken, moet ze ook in de rug naar rechts kunnen kijken. Dus als je de rug dan losmaakt, heb je vaak ook al een deel van de nekproblemen opgelost. Even een dingetje doen met je hij is vasthouden. Ja. Zojuist is dus de osteopaat geweest. En nou, ik ben super tevreden. En Aminka heeft ze dus helemaal weer lekker losgemaakt. Ze had namelijk een paar blokkades. Oh, Aminka. Ze had namelijk een paar blokkades in de rug. En een paar van die knooppunten. Of zo noemden ze dat. En die heeft ze dus eventjes losgehaald. Losgemaakt. En uiteindelijk zag je ook met de naaldjes dat ze echt die spieren samentrokken. En dat samentrekken van de spieren zorgde ervoor dat het uiteindelijk die spieren ontspanden. Dus dat was best wel grappig om te zien eigenlijk. Want ik had nooit verwacht dat het zo zou gaan. Maar ze is dus nu lekker, ja, lekker los. En moet dus komende week veel in de wei. Omdat natuurlijk, ja, je mag niet gaan rijden nog. Omdat namelijk na een behandeling moet je gewoon even rustig aandoen. Want ja... Een behandeling kost natuurlijk ook veel energie voor het paard en alles moet namelijk langzaamaan kunnen herstellen. Dus ik zet haar nu nog eventjes lekker in de wei, want dat heeft ze ook wel verdiend. Het is ook nog mooi weer, dus dan is het alleen maar mooi. Kom maar mee. Aminka staat nu eventjes lekker in de wei, dat zal ik jullie even nu laten zien. Daar staat ze, lekker te grazen. Maar ze heeft dus vandaag een behandeling gehad en natuurlijk om nog even terug te komen wat ik jullie net al zei, is dat ze eigenlijk na vandaag dus eigenlijk een weekje rust moet hebben. Want ja, na zo'n behandeling moeten de spieren, botten, wervels en noem maar op alles wat vandaag behandeld is, moet gewoon even langzaamaan kunnen herstellen. En dan wil je gewoon niet te snel weer beginnen met rijden, want anders ja, kom je weer terug bij af. Dus we gaan lekker eigenlijk een weekje rustig aandoen, lekker veel op de wei. Meer dan normaal natuurlijk. En na die week moeten we eigenlijk gewoon weer beginnen met lanceren. En eigenlijk op basis daarvan even kijken van hoe loopt ze. Loopt ze weer goed? En ja, gewoon heel goed kijken van hoe ze loopt. En als dat uiteindelijk dus goed is, dan mag het zadel weer op. En dan ook eigenlijk gewoon weer langzaamaan beginnen met rijden. Want ja, ze zal straks, wat de osteopaat ook zei, zal ze een beetje slingerig zijn. Omdat ze natuurlijk, ja, het is gewoon heel lastig. Ze is gewoon helemaal losgemaakt, letterlijk. Dus ze kan gewoon eigenlijk alle kanten op gaan. Dus nou, weet je, we gaan het zien. Maar ik ben wel heel erg tevreden en heel erg blij dat de osteopaat Marcia Veldboer van Osteopaat en Hond Aminka dus vandaag even lekker losgemaakt heeft. En alle knelpunten verholpen heeft. En het was ook heel grappig om te zien. Ik heb nog nooit meegemaakt hoe een osteopaat te werk ging. Zeker niet met die naaldjes. En het was toch echt wel heel grappig om te zien dat zodra die naald op het knooppunt kwam, dat dan de spier samentrok en daarna ook direct ontspande. Dus dat was echt heel erg leuk om te zien. En ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk vonden om te zien. En dat jullie nu ook een beter beeld hebben bij hoe een osteopaat te werk gaat en waarom. Nou ja, dus ik ga het komende week even rustig aandoen met Aminka. En uiteindelijk langzaamaan weer opbouwen en dan weer lekker springen. Maar vonden jullie het nou een leuke video? Vergeet dan vooral geen duimpje omhoog te geven. En heb je je nog niet geabonneerd voor mijn kanaal? Doe dit dan ook nog vooral eventjes. Want zo blijf je namelijk op de hoogte van alle leuke filmpjes die nog komen gaan. En dan wil ik jullie nou ook heel erg bedanken voor het kijken. Ook namens Aminka. En tot de volgende keer maar weer.